Ja, Bulle van Berkel stuitte deze week op nog een heel ander geval van criminalisering. En Bulle, kom er maar in. Goedenavond, dit is Den Haag. Wat begon als een initiatief, werd deze week officieel. De Haagse Vogelwijk introduceerde als eerste in Nederland de zogenaamde Neighborhood Watch. En burgemeester Havermans van Den Haag onthulde deze borden, waarvan er 10 aan de ingang van die Haagse Vogelwijk staan. Dat is typisch Nederlands, dat alles wat kwaliteit heeft, dat moet geniveleerd worden en dat moet weg. En dat is verdacht. Nou, de Vogelwijk is een oase. Dat willen wij graag zo houden. Ziet men in die oase een Fata Morgana van hé, wat loopt daar een raar type? Dan is het enige wat wij vragen, kijkt u even extra uit de doppen. Goed oud Haags taalgebruik, uit je doppen kijken. En meld dat even aan een van de 52 buurtcoördinatoren. Dan komt het best voor elkaar. Nou, dat is alles wat die buurtpreventie behelst. En meer niet. Zit er niet een heel eng kantje aan dat idee van een burgerwacht? Oh. U bent nu de 6e journalist die dat vraagt, die het die burgerwachtkant opstuurt. Het heeft de radio gedaan, het hebben de kranten gedaan. Het is toch zo typisch Hollands als het maar kan. He, dat... Wij in de Vogelwijk hier zijn nette mensen. We doen geen kip kwaad. We willen houden wat we hebben. En als wij daarvoor kunnen zorgen door een beetje op elkaars bulletjes te letten, door een beetje extra oren en ogen voor de politie te zijn, ja, wat is daar dan op tegen? He? En dat is mijn antwoord en meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Maar was het voorheen dan zo'n puinhoop in de Vogelwijk? Hoeveel moorden zijn hier bijvoorbeeld gebeurd? Ik heb er niets meer over te zeggen. Er is in de Vogelwijk bij mijn weten nog nooit een moord gebeurd. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat er toch op behoorlijke schaal vandalisme was. Menige Friese staartklok veranderde van eigenaar, als ik het zo mag uitdrukken. We leven in 1988. Ja, en daarom, en wilt u terug naar die goede oude Vogelwijk? Nou, ik wil niet het onmogelijke. Je kunt natuurlijk niet terug naar die goede oude Vogelwijk, dat weet ik ook wel. Maar misschien kunnen we er door. Dat is een taxi. Misschien kunnen wij door de attentie buurtpreventieactie toch zo dicht mogelijk in de buurt komen bij de Vogelwijk zoals hij was. En niet meer kan worden. Maar dat is door uw actie nu toch niet meer terug te draaien. Die wijk is toch niet meer wat die was. En zal ook nooit meer zijn wat die ooit was. Door uw actie. Beetje dom, hè? Nou, beetje eng ook, hè? Nou, wij hopen dat op den duur de buurtpreventie zichzelf kan opheffen. Maar dat is nu onmogelijk geworden, hè? Want als u die borden weer weghaalt, zegt u tegen de heren inbrekers: heren, hartelijk welkom. Nou, hartelijk welkom zijn ze natuurlijk nooit. Ik bedoel, wij hebben ons hebben houden, we hebben onze bulletjes. En wat we hebben, willen we graag houden. Dus als wij een Friese staartklok hebben staan, dat gaan wij niet tegen de inbrekers zeggen: kom maar binnen. Maar u zegt dat door middel van die borden eigenlijk wel, hè? Een beetje erg dom, niet? Deze hele actie. Nou, door middel van die borden zeggen wij... Toch zijn er ook mensen hier in de Vogelwijk te vinden die kanttekeningen plaatsen bij het initiatief van de buurtpreventie. Heb je eens gehoord dat je in Den Haag voor 75 je kachelpijp kan laten bijvellen? Ja? Nou, dat doe ik. Pijpen vellen, messen slepen. In de Vogelwijk vroeger zat werk, maar nou, afgelopen door die actie staan we allemaal achter de ruiten te kijken. Ik ben al 5 keer opgepakt, ben ineens onguur verdacht type. 5 keer opgewacht naar het bureau, ja, door de burgers. Nee, is niks meer hier. Hier, nog geen 5 messen. Nee, is niks voor ons. Hoe zijn u gekeken op de week? Ik zal de coördinator bellen. En verder mag ik u vriendelijk verzoeken om de Vogelwijk nu te verlaten. Nee, is niks meer, de Vogelwijk. Ga lekker naar de bloemenbeurt. Veel makkelijker. Hoi! Die messen vergeten terug te brengen. Wat was het nou ook weer? Sijzelaan, Patrijzelaan, Kwachtelaan. Nou ja, doe ik morgen wel. Ben je gek?
only the lonely daddy da. Afgelopen. Even nog genieten van de zee. Zo'n gek idee, Wim, dat al die riolen daarop uitkomen. Allemaal onder komt dat allemaal. Dat is niet zo. Natuurlijk wel. Poep gaat toch naar de zee? Kinderfabeltje. Is niet waar. Dat heb ik altijd geleerd. Poep komt in, alle poep komt in de zee. Geniet nou even van de zee. Waar blijft dat dan, de poep? Je moet toch ergens blijven? Dat lost onderweg ergens op. Ook als je onbeperkt mosselen hebt gegeten? Dan duurt het wat langer, maar geniet nou even. Dat moet toch ook nog kunnen? Even genieten. Maar je ziet niks. Nee, precies. Maar het is er wel, daar. Ja. Daar dobberen al die... Daar, onder. Ah, heerlijk.